Welkom bij de eerste aflevering van de PEC Zwolle Mannen tegen de PEC Zwolle Vrouwen. Wie gaat het beter doen? De mannen of de vrouwen? De deelnemers stellen zich voor. Goedemiddag, beste Blauwvingers. Ik ben Kevin Mejo. Rug nummer 16, keeper van PEC Zwolle 1. En vandaag heb ik een wedstrijdje tegen Nadja Oldhuis, de keepster van de dames van PEC Zwolle. En dat ga ik met glans winnen natuurlijk, want mannen zijn gewoon beter als vrouwen. Dat is toch algemeen geweten en dat is heel politiek incorrect. Ik ben Nadja Oldhuis, keeper van PEC Zwolle Vrouwen, rug nummer 1. Ik ga het vandaag opnemen tegen Kevin Bichois en ik ga er alles aan doen om van hem te winnen. Het eerste onderdeel van vandaag is de quiz. Bij dit onderdeel worden er 5 vragen gesteld aan beide spelers. Degene met de meeste goede antwoorden, die wint. Noem een voetbalclub waar je collega bij heeft gespeeld voor zijn tijd dat hij bij PEC Zwolle kwam. FC Den Bosch. FC Twente. Hoeveel wedstrijden spelen voor jou de heren en voor jou de dames in de competitie? 34. Hoeveel wedstrijden heeft je collega het doel verdedigd dit seizoen tot nu toe? 5. Vier. Voor het hoeveelste seizoen speelt je collega nu voor PEC Zwolle? 3. 3. Namens welke club won je collega voor het laatst een prijs? PEC Zwolle. Heerenveen. Nadja Oldhuis had de meeste antwoorden goed en wint dit onderdeel met 4-1. En dat maakt de huidige tussenstand 1-0 voor de PEC Zwolle vrouwen. Aangekomen bij onderdeel 2. Het is tijd om de reflexen van de keepers te testen. Wie reageert het snelst en kan de meeste sinaasappels raken? De deelnemers krijgen elk 3 pogingen. Ah! Wat is die goed ineens? Net als wel. Nou jij, hè? Als we kijken naar het aantal geraakte treffers, dan is Kevin Bichois de winnaar van dit onderdeel met 3-2. Dat maakt de huidige tussenstand 1-1. Het laatste en beslissende onderdeel van vandaag is het klassieke latje trap. Degene die in een bestek van 30 seconden het vaakste lat kan raken, die wint. Bij een gelijkspel wint degene die de lat als eerste heeft geraakt. Nadja Oldhuis begint als eerste. Thank you.
Kevin en Natja hebben de lat beide 5 keer geraakt. Maar de winnaar van dit onderdeel is toch echt Natja. Zij raakt het snelste lat. Dat maakt haar ook gelijk de dagwinnaar met 2-1. En zo wint zij de eerste ronde van de mannen tegen de vrouwen. In het algemeen klassement staat het nu 1-0 voor de vrouwen. Natja, gefeliciteerd. Je hebt deze challenge gewonnen van Kevin. Ja, dankjewel. De quiz ging wel aardig en het latje trap ging ook wel ging ook best prima. Kevin, de mannen staan nu al gelijk achter met 1-0. Ja, hoe komt dat nou? Nou, ik heb wel morgen vroeg al gelijk de jongens geïnformeerd. Dat we even gaan samenzitten om een strijdplan op te gaan starten. Want er moeten toch bepaalde dingen, onderzoek gedaan worden. Oefenen op latjes schieten. Ja, die appelsine, dat wil ik nog wel even in het midden laten. Want ja, we zijn ook afhankelijk van het materiaal blijkbaar. En ik denk wel dat vooral Bram van Polen en Wout, dat die dat voor mij gaan rechttrekken. Ik ben toch de mist ingegaan, ik moet het eerlijk zeggen. En Natja, jij hebt een goede basis gelegd voor de PEC Zwolle vrouwen. Denken jullie deze door te kunnen trekken? Ik hoop het. Laat ze maar een mooi strijdplan maken en dan zullen we zien wat het wordt. De volgende keer staan Bart van Hintem en Mariska Kogeman tegenover elkaar. Zullen de mannen langs zij komen of gaan de vrouwen hun voorsprong verdubbelen? Bekijk het in de volgende aflevering van de PEC Zwolle mannen tegen de PEC Zwolle vrouwen.